Jolande Kluis, moeder van Nienke, die in 2000 werd vermoord. Toen was ze 10, hè? Ja, klopt. Schiedammerparkmoord. Er is veel over gesproken, veel gedoe over geweest. Gaan we straks uitgebreid over praten. Maar even iets anders, want we zitten nu al een paar dagen met een andere zaak. Ook aan deze tafel. En je kunt de televisie niet aandoen of de radio niet aanzetten of de krant niet openslaan of het gaat over Millie Bloes. Hoe volgt u dat eigenlijk? Ik volg het minimaal. Dat wil zeggen, het heeft natuurlijk zeer mijn aandacht. Want het is natuurlijk vreselijk wat er is gebeurd. En het gevoel wat bovenkomt is natuurlijk heel herkenbaar. Maar wat ik echt vreselijk vind is de media-aandacht die er is. En alles wat er geroepen wordt en gezegd wordt over ja, deze familie en over dat meisje. Dat vind ik echt ja, vreselijk. In de zin dat u het ongepast vindt dat het over privé-kwesties gaat? Of... Wat ik zo vervelend vind, is dat iedereen het recht denkt te hebben om maar te praten over zaken waar ze eigenlijk niks van af weten. En laten we wel zijn, haar lichaam was nog niet gevonden en er werd al volop gespeculeerd wat er was gebeurd en wat er allemaal meegedaan was. En wat, nou, dat is gewoon vreselijk om dat te moeten horen. En het verbaast mij ook dat het gebeurt en het verbaast mij ook dat zoveel mensen er dan toch ook wel naar luisteren en het willen horen. Heeft u het idee dat dat naarmate de tijd vordert ook steeds meer wordt? Ja, beslist. Ja, ik denk dat het een heel groot verschil is met 10 jaar geleden. Ook 6 jaar geleden, na de tweede aanhouding. Want wij hadden slechts te maken met journalisten. En waar je nu mee te maken hebt, is natuurlijk toch alle vormen van communicatiemiddelen. Telefoontjes, hives, nou, noem maar op. Iedereen die roept wat, zet het ergens neer. En wereldwijd is het te lezen en te horen. En is het ook niet meer weg te halen. En dat is natuurlijk vreselijk. Ja, nou ja, maar daarmee ook een feit. Ik bedoel, het is een feit. Het zal niet meer veranderen. Nee, dat klopt. Maar dat maakt het wel nog veel harder, vind ik. En als ik dan vandaag weer even de krant opensla en ik zie dan pagina groot het huis waar ze woont, wat er dan, waar de buurman woont, dan denk ik van, moet dat allemaal? Mag de familie gewoon eigenlijk niet eventjes de tijd hebben om afscheid te nemen en zich ja, voor te bereiden op het laatste wat ze kunnen doen? En dat is ja, hun dochter begraven. Ik denk dat het in Nederland, ik kijk even naar C.S. Notenboom, die, zoals we weten, dat heeft hij al verteld, veel in het buitenland is, daar niet anders is, zo het niet erg is. Hè? Het is werkelijk inderdaad overal zo. En bijvoorbeeld in Engeland vind ik het nog behoorlijk veel erger, want daar heb je ook niet dat iemand nog met initialen beschermd wordt. Of bij een echtscheidingszaak, mensen, foto's, alles erbij, tekeningen. En ja, de wereld wordt overspoeld door gebabbel en geleuter. En dan uiteindelijk blijkt vaak, neem nou die zaak, die vrouw die nu is vrijgesproken, die al die jaren... Lucia de Beest. Ja, daar wist ook iedereen precies dat ze het gedaan had en wat en hoe. En dan moeten er toch mensen komen die zeggen, ik geloof dat niet en ik ga daar proberen iets aan te doen. Maar dat is nog een ander. Ik denk niet meer dat wij ooit loskomen van alles wat over ons heen spoelt, inclusief dit hier. Ja, ik bedoel, ja. Dat hoort er toch bij. Wij praten er nu ook over. Maar ja, het ingewikkelde is dat deze mensen bijvoorbeeld ook juist media hebben gezocht. Omdat ze natuurlijk hulp vragen. Ja. Zoveel mogelijk aandacht willen hebben, omdat hun kind zoek is. Ja. Dus die ouders hebben we op de televisie gezien. Die hebben zich tot de kijkers gericht. Probleem is dat als je nooit te maken hebt gehad met zulke zware zaken en met de media, dan weet je ook niet wat ermee kan gaan gebeuren. En dat is natuurlijk pas als je gepokt en gemazeld bent, dan weet je wat er met jouw woorden, met jouw foto, allemaal kan gaan gebeuren. Ja. En dat wat jij in goed vertrouwen neerlegt bij een bepaalde uitzending, dat dan jaren later weer op een hele andere manier uit zijn verband gerukt, gepresenteerd wordt. Alles blijft bewaard. Alles blijft bewaard en alles kan ook inderdaad gemanipuleerd worden. Dat, ja, teksten worden anders neergezet, het wordt uit zijn context gehaald, foto's worden verkeerd neergezet. En we gaan naar uw verhaal toe. We gaan naar en het verhaal ook natuurlijk van uw dochter. Dat hebben we inderdaad ook allemaal met beelden die bewaard zijn. Dat hebben we even op een rijtje gezet. Hier speelde het drama zich af. In de zomer van 2000 vergreep Wik H. zich aan Nienke en Michael. Nienke overleefde het niet. Michael wel, omdat hij deed alsof hij dood was. Verschrikkelijk. Onmenselijk. Dat zoiets kan gebeuren hier in de buurt. De plek waar Nienke donderdag werd gevonden is veranderd in een monument en wordt druk bezocht. Overal liggen knuffels en bloemen. De brugreling is volgeplakt met teksten die het onbegrip van de Schiedammers uitdrukken. Een uur ervoor was ik ook daar. En wij spelen daar ook vaak in het park. En durf je daar nu nog te spelen?
Ik mag niet meer van mijn moeder. Ja, heel verdrietig vind ik het. Je moet er ook steeds aan denken. De hele dag door, 's nachts als je wakker wordt. Voor die ouders en vooral ook voor dat jongetje. Ja, ja. U bent een van die ouders waar het over ging. U heeft zich niet losgemaakt van de affaire in die zin dat u het rouwverwerkingsproces heeft, zijn werk heeft laten doen en daarna verder bent gegaan zonder Nienke. Nee, u heeft Nienke voortdurend meegenomen in uw eigen denken en doen. Ja. Zo houdt u bijvoorbeeld lezingen. Wat is daarvan de bedoeling? De reden waarom ik denk ik Nienke op deze manier bij me heb gehouden, en u heeft het net over rouwverwerking. Eigenlijk kom je daar natuurlijk niet aan toe, zolang je te maken krijgt met rechtszaken. En in ons geval een foutieve veroordeling, waardoor je opnieuw in slepende rechtszaken terechtkomt. Dan is je leven eigenlijk al ingericht en het is bepaald. Mm-hmm. En voor mij is dat een reden geweest om haar gewoon bij me te houden. En met alles wat er is gebeurd, toch iets moois te doen. En wat vertelt u dan in die lezingen? Wat ik vertel is, wat is er fout gegaan? En dat is heel veel. Maar ik vertel ook wat er goed gegaan is. Maar want die lezingen houdt u ook voor de politie zelf? Ja, voor de politie voor justitie. Echt, het is een grote doelgroep. Ja. Vertelt u wat er fout gaat in zo'n onderzoek? Ik vertel wat er bij ons allemaal fout gegaan is. En dat zijn natuurlijk heel veel fouten. Dat is bekend. Mm-hmm. Maar er zijn ook heel veel dingen goed gegaan. En die wil ik er wel naast zetten. Want bijvoorbeeld de wijze waarop wij opgevangen zijn door politie juist in die beginperiode, die is voortreffelijk geweest. En ik dacht dat het dus altijd zo was bij politie, dat het altijd zo zou zijn. Maar omdat wij te maken kregen met een tweede onderzoek, de eerste verdachte bleek het niet gedaan te hebben. Precies. Iemand anders bekende toen. Het kreeg dus te maken met een heel ander onderzoeksteam. En toen bleek het dus eigenlijk dat we maar geluk hadden gehad in de eerste ronde. Nou, juist al die dingen naast elkaar en bij elkaar, en omdat we zoveel ervaring helaas hebben, is dat voor politie en justitie een leermoment. Zodat zij van zichzelf iets kunnen leren. Ja, dat u zegt, goed en daar ging zus goed. Of het nou communicatie is. Ik kan ze alleen is, maar bewust maken van het feit dat hun werk onvoorstelbaar belangrijk is. Ja, maar toch heeft u besloten om ook iets anders te doen met de herdenking van uw dochter. Dat klopt, ja. Een muziekstuk. Dat klopt, ja. De aanleiding, die lezingen geef ik. Ik zet dan een stukje emotie opzij. Dat kan niet anders, want anders kun je niet, denk ik, heel praktisch toch iets vertellen. Terug in de auto, dan laat ik altijd klassieke muziek afdraaien. En dan komt Nienke weer bij me en dan realiseer ik me dat het natuurlijk toch wel vreselijk is wat ons is overkomen. En op een gegeven moment ben ik in de auto gestapt en ik hoor zo'n ontzettend mooi stuk. En toen dacht ik, wat zou het mooi zijn als ik voor mijn dochter zoiets zou kunnen laten maken. Om een lang verhaal kort te maken. Ik ben bij de burgemeester geweest vanwege de onveiligheid in het park nog steeds. En ze heeft me echt het duwtje in de rug gegeven van, dat is een heel goed plan. En ik ga dat onderzoeken en ga het uitwerken. Nou, dat is inmiddels 2 jaar geleden. En inmiddels is er een stuk gecomponeerd. En dat gaat dus echt over het leven van het kind. Het begint met het geluk. Dan komt de dood en dan de strijd, het verdriet, de ellende en daarna weer het hervonden geluk. Want ja, wij kunnen zeggen, gelukkig, ons leven is toch weer mooi geworden. Hebben we wel een tijd voor nodig gehad, maar na 10 jaar kunnen we dat wel weer zeggen. Maar wat is het dan voor een soort muziekstuk? Is het alleen muziek of wordt er ook bij gezongen? Nee, het is een muziekstuk voor koor en orkest. Ja. Het duurt 70 minuten. Het is een groot koor, 80 man, dat is stevig. En het RBO Sinfonia begeleidt ons als een professioneel orkest. En dat zijn veel strijkers, slagwerk, hoorn, fluit. Maar wie heeft het gecomponeerd? Rob Goorhuis. Heeft u die zelf uitgezocht? Ja, die heb ik zelf uitgezocht. En aan de hand van mijn verhaal en mijn wensen heeft hij iets hij heeft een behoorlijk stuk gecomponeerd. Uh-huh. Ja, ja. En er zijn dus teksten bij gemaakt ook? Daar zijn teksten bij gemaakt door John Goorhuis, dat is een tekstschrijver. En de tekst laat zien het leven zoals het er bij ons uit heeft gezien. Eigenlijk tot op de dag van vandaag. Maar het is zo geschreven dat het ook mogelijk voor andere ouders die een kind verloren hebben herkenbaar is. Want richt u zich daarop eigenlijk? Ja, daar richt ik mij zeker op. Want ik weet als geen ander dat het ontzettend moeilijk is om troost te vinden, troost te geven. En ik heb me wel gerealiseerd dat het heel belangrijk is om daar, om erkenning te krijgen.
Omdat erkenning voor je verdriet. Erkenning voor je verdriet, erkenning voor je verlies. En dat heb ik me gerealiseerd op een bepaald moment... toen ik hoorde van een moeder die haar zoon op een vervelende wijze was verloren... en dat mensen tegen haar zeiden van ja, dat is toch zijn eigen schuld. Toen dacht ik van dat is toch vreselijk om te moeten horen. Want voor haar is het precies hetzelfde als voor mij. Het gevoel van je bent je kind kwijt en dat is een immens verdriet. En toen heb ik me gerealiseerd dat, omdat het bij ons op heel, ja, natuurlijk heel breed gedragen is... heb je ook veel erkenning gekregen. En ja, hoop ik dat ik met ja, de mogelijkheden die ik heb... deze mensen ja, iets kan bieden. Die muziekstukken worden uitgevoerd in juni, geloof ik. Klopt, hè, van dit ja. Jaar. We kunnen daar dus nu ook nog niks van laten horen. Nee, dat is niet mogelijk. Nee. Maar u heeft wel iets van tekst meegenomen. Klopt. U zegt, ik vind het fijn om een klein stukje voor te lezen... om iets van de sfeer te vertellen. Moet u daar iets vooraf vertellen? Of zegt u, als ik de tekst voorlees, dan snap je meteen ik zal even overgaan. Vertellen waarom ik dit heb gekozen. Het is, dat zei ik al, het begint met het geluk en dan komt de dood. Het is niet de dood van Nienke, het is gewoon de dood in het algemeen. Dan komt het verdriet, de leegte, het gemis. Nou, dat denk ik zal iedereen nog wel begrijpen. En dan kom je in een fase waarbij het leven heel gewoon doorgaat. Waarbij je zelf ook eigenlijk voor je gevoel heel gewoon functioneert. Je zintuigen zijn goed. Je kunt zien, je kunt horen. En toch sta je buiten dat leven. En eigenlijk gaat daar dit stukje over. En dat zal ik dan voorlezen. Stil is het en leeg. Een kale, koude leegte. Oorverdovend stil is het. Stilte die steeds toeslaat. Ongenadig, leegmaakt, uitput. Godverlaten leegte, lamgeslagen ziel in zwarte rouw. Over water staar ik, lichtstrook, dun en el. Glijdt voorbij mij, ongezien als zachte sneeuw. Stil is het. Hoe zwaar, vraag ik de sneeuw, is het om licht te zijn. De sneeuw zwijgt. Mijn ogen rusten zwaar op water dat niet meegeeft. Stil is het. Een traan valt, nauwelijks nog warm, smelt sneeuw, licht glijdend over water. Dat ijlings broos en breekt. Iedereen gaat verder, alles, zelfs de tijd. Zo lijkt, maar staat niet stil voor mij. Oorverdovend stil is het. Stilte die steeds toeslaat, ongenadig leeggemaakt, uitput. Godverlaten leegte, lamgeslagen ziel, in zwarte rouw. Oorverdovend stil. Mijn opdracht naar de tekstschrijver was... Mooi. Ja, het is heel mooi, dank je wel. Je gaat gelijk door, maar dit is echt heel mooi. Nou, het mooie in dit stuk is dat er op een gegeven moment... na stil is het ook een echte stilte is. Er is geen muziek en geen zang. Dat maakt de stilte ontzettend stil en oorverdovend. Aan de componist heb ik gevraagd om juist ook dit mee te nemen in zijn tekst. Omdat het voor mij een punt van herkenning is. Van ik zat aan het water. We hebben veel met het water. Nienke zat ook veel in het water. En... alles gaat gewoon door. Ik kijk over het water, ik kijk om mij heen. Ik denk dat ik alles hoor, ik denk dat ik alles zie. En op een gegeven moment kijk ik op en ik zie zonnebloemen in de tuin staan. En toen dacht ik van, dat kan niet. Want die zonnebloemen heb ik nog niet eerder gezien. En toch stonden die zonnebloemen daar. En het grappige is dat Nienke ze nog zelf gezaaid heeft. Ze heeft ze nog eigenhandig in de grond gestopt. Ze zijn opgekomen, alles is gewoon doorgegaan. En toch heb ik ze... al kijkend niet gezien. En toen heb ik me gerealiseerd van... je leeft wel, je gaat wel door... en de tijd gaat door... maar je ziet niet alles, je hoort niet alles. Eigenlijk sta je er buiten. En dat duurt best lang voordat dat weer gewoon wordt... en er weer, voordat je er weer bij hoort. Ja. Beheerst hij het leven? Nee, beslist niet. Nee. Dat heeft ze natuurlijk wel gedaan. Ja, maar nee, kinderen, toch, precies. We hebben nog drie zoons... en zij staan beslist centraal in mijn leven... En zij zijn natuurlijk ook voor mij het belangrijkste geweest om door te gaan met het leven. Want ik denk als je geen andere kinderen hebt, dat je het liefst zo snel mogelijk het leven uit zou stappen. Of nog liever gezegd de moordenaar eigenhandig om zou leggen. Want dat is natuurlijk wat je, als je niks anders meer hebt om voor te leven, dat iets wat je zou willen. Precies. Maar juist de ervaring van dat het leven toch weer mooi kan worden, is iets wat ik natuurlijk heel graag mee zou willen geven aan heel veel mensen. Nou, drie voorstellingen in juni. Ja, er zijn drie voorstellingen. Eén besloten, de sterfdag van Nienke. Dan is er een voorstelling voor wie wil. En de derde voorstelling op 25 juni... is eigenlijk een voorstelling speciaal bedoeld voor ouders... die ook een kind verloren zijn. Nog, zeg nog even hoe de voorstelling heet. Violen voor een vlinder. En Violen voor een vlinder is een titel die meer zegt dan het lijkt. Het is een mooie titel. Maar violen zijn de muziekinstrumenten. Het zijn de bloemen.
Maar viooltje is ook mijn naam, want Jolande in het Grieks is een viooltje. En Nienke is de vlinder. Dus het is indirect ook een moeder voor haar dochter, Jolande voor Nienke. En dat is wat, ja... Het wordt vast een mooie voorstelling. Het wordt een hele mooie voorstelling, daar ben ik van overtuigd. Goed, ja. Je hebt mooi gesproken voor je dochter. Ja, dank je wel.